Sander Schelberg, net de persconferentie gehad. De situatie nu, waar staan we op dit moment in Twente? Nou, we staan er niet goed voor. We stegen eigenlijk veel te snel. We hebben lange tijd naar de Randstad kunnen kijken en dachten dat het nog verder van ons af was. Maar het gaat in Twente helaas snel, te snel. Zo snel dat we echt maatregelen moeten gaan nemen met elkaar. Maatregelen met elkaar, wat houdt dat precies in? Nou ja, ik zag vanmorgen collega Havenkamp uit Tubbergen en die zegt, ouders, hou de jongeren 's avonds nou thuis, want het gaat niet goed in Tubbergen. En dat hebben we eigenlijk vorige week ook gezien in Haaksbergen of iets daarvoor. Waarbij burgemeester Welte zei, mensen, het gaat niet goed in Haaksbergen, we gaan de maatregelen nemen. En één maatregel zou ik eigenlijk aan iedereen willen vragen. Aan de voorzitters van de voetbalclubs, aan de filiaal-eigenaren van de supermarkten, van alle winkels. Spreek de mensen alsjeblieft aan op het goede gedrag. Mondkapjes is het strenge advies. Hou afstand, et cetera, want dat werkt. We hebben in Haaksbergen gezien dat het heel snel omhoog ging. En de maatregelen hebben enigszins geholpen, zodanig dat we zien dat het afvlakt. Dus ik denk dat dat soort oproepen, en ik doe het ook nogmaals hier, werkgevers, thuiswerken, spreek de mensen erop aan, dan alleen gaat het lukken. Dat is dus echt nu een officiële oproep waar we, dat komt er nog bij, er zijn nog andere maatregelen. Wat kunnen inwoners nog meer doen dan naast echt luisteren naar voorgangers, voorzitters? Wat kunnen we nog meer doen? Nou ja, dat dus je gedrag er dan op aanpassen. Waarom zou je met meerdere naar de supermarkt gaan? Ga alleen, haal de supermarkt, haal dus boodschappen, doe dat mondkapje op, was je handen, zoek geen menigtes op en bedenk waarom je het doet. Niet om de regel, de regel is wat die is. Dit is omdat wij samen corona eronder willen krijgen. En dan hoeven we dat alleen maar te doen en met z'n allen. De situatie is nog niet ernstig in Twente. We zijn bang dat het ernstig gaat worden. Wanneer wordt de situatie ernstig hier in Twente? Nou, ik vind het in het spraakgebrek eigenlijk al ernstig. Want de trend gaat torenhoog omhoog. En dat moeten we dus met elkaar niet willen. De cijfers zijn zodanig dat we er vlak voor staan. Dat is een criterium van in dit geval 150, waarbij we dicht tegenaan zitten. Maar volgens mij moeten we het niet zo ver laten komen. Ik hoop dat we dat stempel rood, wat ernstig dan in zou betekenen voor Twente, dat we dat niet gaan halen en dat kunnen we samen doen. En qua cijfers, wanneer hebben we die status bereikt? Even uit mijn hoofd gaat het. Waar zitten we nu eigenlijk? Ja. Ja, ik dacht dat wij op de 144 per 100.000 zaten en bij 150 is het omslagpunt. Dus het is 5 voor 12 om in dat gebied te komen. Maar ik vind het dus derhalve al in ons spraakgebruik al zeer ernstig.